Nou, we hebben ruim 13.000 sociale woningen in Amstelveen. Ja, en 30% daarvan wordt bewoond door mensen die eigenlijk een veel hoger inkomen hebben. Om daarvoor in aanmerking te komen. Dus het wordt hoog tijd dat we die middenklasse, want daar gaat het eigenlijk over, dat we die veel meer de ruimte geven in onze stad. Dat gaat natuurlijk niet in één keer, dat gaat niet dat is niet morgen geregeld. Daar moeten we de aankomende jaren mee aan de slag. Ja, en zorgen dan ook voor dat mensen ook de gelegenheid krijgen, dat ze niet naar Alsmeer moeten of naar Uithoorn, ja, om een mooie woning te kopen, dat het ook gewoon in Amstelveen kan. Maar is het dan ook wel betaalbaar voor, ik kan me voorstellen, ZZP'ers, die kunnen niet een heel hoge hypotheek krijgen, maar dan zou het ook onbetaalbaar voor ze zijn. Hoe ziet u dat voor zich voor die mensen? Is er ook met hun rekening gehouden? Ja, nou wat je nu ziet, dat zeg maar 30% van die 13.000 sociale woningen wordt dus bewoond door mensen die meer geld verdienen. Dus meer dan 34.000 euro per jaar. Ja, hoe zie je dat voor je? Je wil natuurlijk graag dat je wat opbouwt. Hè? Dat je als je aflost 30 jaar, dan heb je aan het eind van je rit heb je gewoon je eigendom. Daar zijn mensen naar op zoek. ZZP'ers is natuurlijk een speciale categorie. Dat hangt er ook weer een beetje vanaf. Ik weet in mijn eigen situatie, ik heb ook een heel onzekere baan. Maar mijn vrouw heeft bijvoorbeeld, die had een zekere baan. Dus zo hebben wij wel weer hypotheken kunnen krijgen. Dat is heel verschillend voor elke situatie. Maar het gaat erover, als je wat wil, dat je hier de kansen krijgt en dat er voor elke inkomensgroep, ja, dat daar woningen voor zijn. En het effect van scheef wonen, hoe ziet u dat? Nou ja, mensen kunnen daar vaak niks aan doen, want je zit ergens en er zijn onvoldoende doorstromenmogelijkheden. Wat mij betreft hebben we veel te weinig gedaan voor de middenklasse. Hè? Dus de mensen net boven de, zeg maar, tussen de 35.000 en 60.000 euro die dat verdienen. Ja, kijk, dat is natuurlijk waar we samen met de corporatie. Want heeft de corporatie natuurlijk ook een taak in eigen haard. Het is natuurlijk een hele grote partij in deze stad. Nogmaals, bijna 30% van de woningen hebben ze hier. Ja, die zullen daar echt, in moeten gaan helpen. Dat Amstelveeners echt de kans krijgen. Zijn ze bereid samen te werken hierin? Nou ja, het leuke, we hebben net een parlementaire enquête gehad. Waar in Den Haag is gezegd, corporatie, je bent er echt voor de mensen die het niet zelf kunnen redden. Hè? Voor de mensen met een smalle portemonnee die het niet op de markt kunnen redden. Ja, en voor het overige, ja, moet je ervoor zorgen dat het, dat het gewoon in de markt gewoon komt en dat mensen gewoon kunnen kopen. Want het is toch idioot dat je 30 jaar lang zeg maar, blijft zitten in een corporatiewoning. En je betaalt 30 jaar aan de corporatie. En aan het eind van je leven heb je dus niks opgebouwd. De corporatie is rijk van je geworden. Ja, dat is natuurlijk. Het is natuurlijk zonde.